Yo gasten van de BD, welkom bij deze nieuwe video. En jongens, vandaag ben ik hier samen met... FIFA Bones! En jongens, vandaag is het weer tijd voor een hele nieuwe pack battle, pack opening. Oftewel natuurlijk van de Champions League. Want vanavond is het natuurlijk zover. Juventus Real. Oh, yes! Dat is vanavond. En in ieder geval, nu gaan we eerst even zo dadelijk beginnen met de pack battle, hoe we het dan maar even zullen noemen. We gaan zo dadelijk 5 van dit soort pakketjes openen. En per pakketje zitten er 9 spelers in. Of in ieder geval 9 spelers, 9 kaartjes. En uiteindelijk is de bedoeling dat we steeds ieder pakketje gewoon 3 spelers gaan toevoegen. En wie uiteindelijk de hoogste beoordeling een teamgeest heeft, heeft dan gewonnen. En als je natuurlijk een, een special kaartje krijgt, of wel een glimmend kaartje, of in ieder geval zoiets, dan mag je zeg maar de inform, of in ieder geval één van de informs die die speler bijvoorbeeld heeft, mag je dan ook nog toevoegen. In ieder geval zullen we maar gewoon eens beginnen met... Pakketje nummer 1, ik vind het prima. Dan gaan we hopen op een glimmende speler natuurlijk. Oeh, ik heb hier volgens mij, als het geen logo is, is het... Oh nee, kutters. Een stadion. Voor mij is het niet veel beter. Ik heb een glimmende logo en shirt. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Ik heb ook weer PSV-spelers. Oh. Jeroen Soet en Arias. Holy shit. Vorige video hebben we ook veel PSV-spelers gekregen. En dat is bij de video van jou. Begin ik met 2 Atletico-spelers. Het zijn nu wel 2 andere. Ja, op zich, ja, het is op zich wel handig voor jou, toch? Het is beter, want ik heb allemaal leagues, ja, die allemaal niet goed zijn. Ja, Delftse League, Eredivisie. Nou, ik pak dus de Atletico-spelers en dan uiteindelijk pak ik dan zeg maar ook nog Albiol erbij. Puur omdat hij eigenlijk Spaans is en volgens mij hier en daar krijg je nog wel eens een Spaanse gast. Ik ga in ieder geval voor Jeroen Soet en Moreno. En dan voeg ik ook wel Dumbia toe, omdat hij gewoon een legend is. Maar we zullen het zien. Zullen we door naar het volgende pakketje gaan? Yes, laten we dat gaan doen. En laten we hopen op een in ieder geval toch een beetje een goede speler. Ik heb Shiny Sanchez. Dat betekent dat ik een special card van hem in mijn team mag doen. En hij heeft wel Team of the Season, of niet? Ja, sowieso. Ik begin hier weer met een logo, dus daar heb je niet heel veel aan. Nee, inderdaad niet. Oh, en dat is al helemaal zuur. Dan het volgende, de volgende sticker, zeg maar, is ook nog eens een soort ander, ja, soort, dat is de Walper of zo, weet je wel. Maar, dan krijg ik daarna wel weer 2 PSV-spelers. Ga je ervoor? Ja, dat weet ik nog niet. Het zou wel kunnen, want ik heb, het is Narsing en Prupper, dus dat linkt in principe nog wel daar op het middenveld natuurlijk. Ik heb trouwens ook weer 2 goede Bayern-spelers. 95 Sanchez mag ik gewoon toevoegen. Holy shit. Niet normaal. Ja, ik kan hem nu niet gebruiken helaas. Tussenstand. Wat is jouw beoordeling? Mijn beoordeling is 62. Oh, dat is... best hoog. Ja, ik heb 60. Ja, ik kan trouwens nog 1 speler erin doen in mijn baas zelf. Dan heb ik nu 65, anders als ik al mijn spelers heb. Maar een teamgeest, dat is eigenlijk nog wel belangrijk. Wat heb je daar? 40. Holy shit, ja, ik 27. Dus daar sta je wel echt flink op voor. Goeie. En laten we hopen op een special. Weer niet. Ik heb weer een special. Dat zijn trouwens best wel lastig ook. Ik heb geen special spelen. Dat is jammer. De spelers die ik krijg. Bundesliga, kom op. Ah, nee. Ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Ik heb weer van die Basel. Heb ik ook eens. Oh, daar kan ik wel voor gaan. Oké, ja. Ik heb in ieder geval wel 2 spelers van Juventus. Dus daarmee kan ik nog wel wat. Dat zijn op zich wel goede spelers. Ja, precies. Pjanic en Benatia. Ik heb ook nog eentje uit Chili. Daar ga ik ook voor, want ik heb natuurlijk Sanchez en dan kan die eventueel ook nog met iemand linken. Dan kan ik nog 1 speler toevoegen. Laat ik dan gaan voor Jardel. Of nee, zou ik dat doen? Ja, laat ik dat doen. Die speelt in ieder geval bij Benfica. Ik heb hier Junior Fernandes. Ik kan er wel zoeken. Maar hij vindt niks bij conceptspelers. Dus is hij misschien niet in het spel zo. Ik heb geen idee. Dat is wel raar. Nou, dan kies ik deze wel. Een Braziliaan. Dan ga ik die even snel kiezen. Oh, ik moet echt in de laatste 2 pakketjes echt goede kaarten krijgen. Anders ga ik dit verliezen. Ja, we hebben er natuurlijk nu nog 2. Ah, oh, weer geen shiny speler. Ah, dat is wel balend. Die zijn best wel lastig. Oh, ik heb er wel één. Oeh. Ik heb een Di Maria Sayani. En die heeft natuurlijk ook vet veel goede kaarten. En ik heb nog 2 spelers van Barcelona, namelijk Busquets en Mascherano. Die 2 ga ik ook nog even toevoegen en dan heb ik best wel wat lekkere spelers erbij. Ik heb in ieder geval spelers van Tottenham Hotspur, alleen ik heb momenteel niet echt Premier League ofzo, dus ik weet niet of dat ik voor die spelers ga. Ik heb in ieder geval ook nog spelers zoals Konopalayanka, zo. Oh ja, ze inderdaad lastig gedaan, ik doe het je niet daar. En dan kan ik nog 1 toevoegen. Ik heb trouwens ook Milik, natuurlijk. Oud Eredivisie. Hier staat nog dat die Konoplanka, die weet al, die gast. Ja. Dat die in de La Liga speelt. Alleen
in FUT zit hij natuurlijk al niet eens meer in de La Liga. Dan zit hij bij Schalke. Ja, dan ga ik denk maar gewoon voor de twee spelers van Tottenham, want ja, dat moet ik anders. Ja, ik hoop dat ik nog wel kan winnen. Ik denk dat jij qua teamgeest meer hebt, maar we houden nu nog even vrij voor ja, elkaar. Precies. Anders weten we nu al bijna wie gaat winnen waarschijnlijk. Ik heb al twee shiny spelers gekregen, dus ik hoop op een derde. Ah. Ik hoop eigenlijk op een keeper. En weer geen special card. Nee, ik ook niet. Ja, ik heb een Champions League logo nodig. Daar heb je dus helemaal niks aan. Ik heb twee spelers van Bayern München. Die kan ik sowieso gebruiken. En ook van Borussia Dortmund. Ik heb in ieder geval Rakitic en Gomez van Barcelona. Dus dat is op zich wel iets. En dan uiteindelijk heb ik ook nog twee spelers van Leicester City. Is trouwens Costa van Bayern. Is dat een rechtsvoor of linksvoor? Ja, rechtsvoor, ja. Ja, en Koeman is linksvoor. Ja, yes. Ja, inderdaad. Oké, dan ga ik voor deze drie spelers die jullie nu in jullie scherm zien. Koeman en nog twee spelers. Oh, Rakitic ook gewoon 87 reden. Ja, dat is ziek hoog. Ja, ik had net ook Busquets is ook gewoon 87. Ja, ik denk dat ik nu al dat ik het ongeveer zo moet gaan laten. Ja, ik zit ook te kijken of ik die teamgeest beter kan maken, maar... Ja, maar dat is ook zo lastig. En je blijft maar doorgaan en dan straks dan denk je misschien, oh nee, ja, weet je wel. Ja, ik laat het hier ook bij. Oké, dan kunnen we elkaar de uitslag gaan vertellen. Zullen we dan beginnen bij de beoordeling en dan zeg maar zo? Ja, dat vind ik een goed idee. Wat is jouw beoordeling? Ik heb een beoordeling van 82. Oké, ik heb 83. Dus daar staan we wel redelijk gelijk in. Dus dat betekent dat jij één of meer teamgeest nodig moet hebben om nog te kunnen winnen. Zullen we beginnen met het laatste cijfer dan? Ja, dat is goed. Ik heb een 6. Ik heb ook een 6. Zou wat zijn als we hetzelfde hebben? Als jij ook het eerste cijfer hetzelfde hebt, dan heb ik gewonnen, hè? Dat is zeker waar. Oh, je zit daar gaat heel fout. Maar ja, wat is het eerste cijfer? Is het een 5? Nee, het is een 6. Het is een 6? Ja. Nice! Want ik heb ook 6. Ik heb 66 teamgeest. Nice. Ai, ai, ai. Oh, shit. Dan heb ik op 1 punt gewonnen. Op beoordeling heb ik dus gewonnen. Dat is wel echt sick. Maar dat is echt weer niet normaal. Ja, maar je zou nog even snel kunnen kijken of je nog op de een of andere manier net één teamgeest erbij kan krijgen. Oh, trouwens. Nee, laat maar. Ik heb toch op de een of andere manier weten voor elkaar te krijgen. Ik heb 69 teamgeest. Ik vond het een mooie pot, om het zo maar te zeggen. Ja, dat sowieso. Ik zou zeggen van, vergeet natuurlijk de video geen duimpje omhoog te geven. En vergeet natuurlijk ook niet de video op Jorans kanaal te checken. Linkje zal in de beschrijving staan. En dan zou ik zeggen van, later. Yo. Later.